Hartelijk welkom. Hartelijk welkom, u allemaal, in deze kerstdienst, eerste kerstdag 2021. In de grote kerk in Naarden, met leden van de protestantse gemeente Naarden. U zit thuis. We missen u, maar in gedachten zie ik u. Zoals als de hele kerk vol zit. Op zondagochtend, ik denk, oh ja, die en die en die. En ik weet de verhalen van velen van u. Zo zie ik nu in deze grotendeels lege kerk u allemaal ook. U bent hartelijk welkom op dit moment om 9:15 op eerste kerstdag of wanneer u dan ook met ons meeleeft. Laten wij stil zijn voor God, onze Heer. Onze helper is altijd God die ver weg kan lijken en toch dichtbij is. Voor wie wij de deur van ons hart mogen openen. Die ons leven vult met liefde. Wij mogen hem eren en danken. Ook op deze Christusdag. Amen.
Goede God, uw licht is geboren in onze duisternis. Uw kind is geboren als mens onder ons. Uw geest leeft en is vol vuur met ons. Dat wij ons door u voeden mogen laten. Uw kind, uw licht, uw vrede. U geeft het ons vandaag en alle dagen. Wij loven en prijzen uw naam. Amen. Eerste kerstdag, de eerste dag van Christus in ons midden. Wij vieren het, wij herhalen het, jaar op jaar en ik hoop ook dag op dag. We doen dat hier vanuit de grote kerk in Naarden met de kantorij die onze gemeentezang vervangt en ook nog dingen voor ons te bieden heeft
die wij als gemeente zo niet 1, 2, 3 zouden kunnen. En wij bieden het u met een kerstspel, een uitspeling van het verhaal van de vierde wijze. Nog voor u niet te zien, maar voor mij aan mijn linkerhand zitten de spelers klaar. Wie er ook nog zijn, natuurlijk Ina in de geluidsbank en Frank achter de tafel vol techniek en de camera. En zo zijn we hier bij u. Wij wensen u toe dat de betekenis van het feest van de geboorte van Jezus Christus bij u aan mag komen.
Wij kennen het verhaal van de drie wijzen. Dit is het verhaal van de vierde wijze. Deze man heet Artaban. Hij is een geleerde, wijze man. Hij heeft veel boeken gelezen, veel met andere mensen gesproken en koningen geadviseerd. Hij weet veel van genezende krachten van planten en kruiden en 's nachts bestudeert hij de sterren aan de hemel, waarmee hij voorspellingen kan doen. Wij zijn nu bij Artaban thuis. Nou, het is meer een paleis. Hij heeft bezoek van drie collega's. Zij wonen in en rondom de grote stad Babylon. Ze zijn wel een paar dagen onderweg geweest met kamelen, bedienden, personeel. Maar die zijn buiten. Dit is Artaban. Je kunt hem herkennen aan zijn paarse kleding. En dit is Melchior. Je kunt hem herkennen aan zijn rode kleding. En dan is er Caspar. Caspar kan je herkennen aan de groene kleding. En dit is Balthazar. Je kunt hem herkennen aan zijn gele kleding. Ik heb in een boek gelezen dat in onze tijd een grote koning geboren zal worden. Als dat gebeurt, zal er een nieuwe ster aan de hemel verschijnen. En elke avond kijk ik er naar uit of de ster er al is. Wauw, wat zullen we doen als we die ster zien? Dan moeten we meteen op reis gaan om die koning te eren. Hoe zullen wij dan weten waar naartoe moeten? De ster zal ons leiden. Zo gaat dat. Weet je wat? We gaan vanuit onze woonplaatsen op weg naar de tempel van Babylon. En daar verzamelen we, zoeken een betrouwbare karavaan en om in mee te reizen en gaan dan op weg. Spannend hoor, dat zoiets gebeurt in onze tijd. Dan moeten we wel mooie geschenken meenemen. Wat denken jullie van goud en wierook en mirre? Dat zijn de kostbaarste geschenken die je kan bedenken nu. En met symbolische waarde. Goud voor het koning zijn op aarde. Wierook voor het goddelijke waarmee hij verbonden is. En mirre omdat hij door mensen zal worden geëerd. Melchior en Caspar en Balthazar zijn inmiddels bij de tempel aangekomen met hun kostbare cadeaus voor het koningskind. Goud, wierook en mirre. En zij hebben een karavaan gevonden waar ze in mee kunnen reizen richting de ster. Ik voel dat deze ster en deze koning verbonden zijn met het doel van mijn leven. Ik zal mijn huis verkopen en alles wat ik bezit. En ik ga verhuizen naar waar die koning woont. Voor de veiligheid op reis zet ik al mijn geld op om in edelstenen. Maar die zijn niet voor mij, die zijn voor het koningskind. Op een avond verscheen de bewuste ster aan de hemel. Alle vier wijze mannen zagen het. Het was een koningsster. Vanuit hun eigen woonplaats gingen ze op weg om elkaar te ontmoeten bij de tempel in de grote stad. Ook Artaban.
Aangekomen bij de stadspoort ziet hij een reiziger in nood. En met zijn grote groene goede hart kan hij niet anders dan hem helpen. Ook al zal hij dan te laat bij zijn vrienden zijn. Wat bent u goed voor mij. U hebt mij van de dood gered. Niemand anders zag mij staan. Wie bent u? Ik ben een wijze en ik volg een ster. Die vertelde mij dat er een nieuwe koning is geboren in een ander land. En het is een bijzondere koning, anders dan alle anderen. Met 3 van mijn collega's wil ik hem gaan bezoeken. Ik heb alleen nog geen idee waar de ster ons zal brengen. Dat weet ik. Het bijzondere koningskind zul je vinden in de woestijn van Kanaan. In Bethlehem, dat God je weg mag zeven. Melchior, Caspar en Balthazar zijn inmiddels bij de tempel aangekomen met hun kostbare cadeaus voor het koningskind. Goud, wierook en mirre. Ze hebben een karavaan gevonden waarmee ze mee kunnen reizen in de richting van de ster. Wij drieën zijn er, maar waar is Artaban? Ik heb geen idee. Ik heb hem nog helemaal niet gezien. Laten we maar gaan. Of hij komt niet, of hij komt ons achterna. Melchior, Caspar en Balthazar, de 3 wijzen, gaan op reis naar waar de ster hen brengen zal. De 4de wijze zoekt nu vervoer voor zichzelf en zijn bedienden. Hij gebruikt er 1 van de 3 kostbare stenen voor en ook hij volgt de ster. De 3 wijzen kwamen in Bethlehem aan. Een simpele plaats vergeleken bij hun ontwikkeld land. Maar het wordt nog erger. Daar, boven die stal, staat de ster. Ja, maar een ster ligt toch niet? Laten we maar naar binnen gaan. Ik ben wel benieuwd om die kleine koning te zien. Ja, en om hem onze vereering en diensten en geschenken aan te bieden. De 3 wijzen lopen naar de stal. Maria ziet hen komen en zegt: Welkom, edele heren. Maar wie bent u? Wij zijn... En waar komt u vandaan? Wij zijn wijze mannen uit een ver land. De ster van uw kind wees ons de weg. Wij komen het kind aanbidden. Hij wordt een bijzondere koning. We hebben geschenken meegenomen. Goud, wierook en mirre. Opdat hij op aarde koning mag zijn. Verbonden met God en door de mens geëerd. En u ons nooit zult vergeten. Ook Jozef heet hen welkom en bedankt voor de prachtige cadeaus. Hij vertelt ook de naam van het kind dat onder de ster in de stal bij hen geboren is. Hij heet Jezus, hetgeen betekent God redt. De wijze mannen geven eer aan het kind en laten hun geschenken bij hen achter en vertrekken.
Later horen Maria en Jozef een stem die zegt: ga langs een andere weg terug naar jullie huis. De boze koning Herodes wil dit kind kwaad doen. Jozef, achterkleinzoon van koning David, jij moet vluchten. Neem je vrouw Maria en het kind mee en ga naar Egypte. Daar zullen jullie veilig zijn en God zal jullie laten weten wanneer je terug kunt komen naar je eigen land. En zo gebeurt het. Een paar dagen later komt Artaban in Bethlehem aan. De ster staat nog steeds stil boven de stal. Hij sprak een vrouw aan die bij de ingang van een huisje zat. Ze had een kind op schoot. Goed, vrouw. Heb je hier ook 3 deftige mannen voorbij zien komen met paarden en kamelen? Jazeker, meneer. Een tijdje geleden was dat. Dat viel wel op hier. Ze zochten een koningskind dat hier geboren moest zijn. Ze zeiden dat een ster hen de weg had gewezen. Maar daar geloof ik niet in. En ik wist alleen van een kind dat hier geboren was in een stal. Er was voor de ouders geen plaats geweest in de herberg. Of misschien hadden ze niet genoeg geld. Maar die deftige heren, die zijn op weg gegaan naar die stal. Kijk, het is hier vlakbij. Plotseling was er veel geschreeuw. Er waren soldaten van koning Herodes en de mensen van Bethlehem gilden. Kinderen krijsten. Er gebeurde iets vreselijks. De vrouw werd doodsbang en klemde het kind tegen zich aan. Artaban ging breed voor haar staan en de soldaten wisten niet goed wat ze moesten doen. Ik ben de hoofdman. En jij bent een vreemdeling uit een ver land. Ga aan de kant. Wij zijn hier om een vreselijke opdracht te vervullen. Hier met dat kind. Oh nee, dat zal ik niet toelaten. Als gij deze vrouw en haar kind met rust laat, geef ik u deze edelsteen. Oké, mannen, we gaan daar verder op. Hier is geen kind. Dat stel uit die stal met hun zoontje, die zijn helemaal naar Egypte gevlucht. Artaban ging weer verder op reis. Toen hij eenmaal in het land Egypte was, ging hij naar een wijze man van daar. Zijn vroegere leven leek inmiddels heel ver weg. En in zijn hart wist hij dat hij nog steeds op zoek moest naar het koningskind waarover de ster hem had verteld. Eerbiedwaardige wijze man, weet u iets van een koningskind uit Kanaan? Zijn geboorte werd al voorspeld door een ster, maar hij moest als baby vluchten met zijn ouders en heeft in Egypte bescherming gezocht. Jazeker, collega. Ik weet van de ster en ik weet van het kind en ik weet waar je hem kunt vinden. Ga naar de streek in dit land waar de zieken zijn of waar dan ook waar arme mensen wonen. Zij zijn familie. Ga naar de zieken en de mensen die verdriet hebben en mensen die geen toekomst hebben. Zij weten het antwoord op jouw vraag.
Bartaban dankte de man en ging op weg. Hij kwam veel arme mensen tegen. Bedelaars spraken hem aan en vroegen om hulp. Heel veel mensen in nood kwam hij tegen en hij besloot zijn laatste kostbare steen te verkopen om met dat geld mensen te helpen. En met zijn vriendelijkheid en talent om mensen te helpen en te genezen, hielp hij heel veel. Hij had de bestemming van zijn leven ontdekt. En al die mensen met wie hij zijn leven had geleefd en gedeeld, had hij die bijzondere koning ontmoet, alsof Jezus hem zelf had voorgedaan. 33 jaar later, nadat hij de ster en de lege stal was aangekomen, ging hij weer terug naar Kanaan. En in Jeruzalem, kort voordat Jezus werd gekruisigd, werd hij gezegend door een ontmoeting met de Heer zelf. De koning die iedereen het leven geeft, Jezus die onze Heer is, je kunt hem ontmoeten in alle mensen op je weg. En zo is het waar dat God redt. Het is wel even wat anders op eerste kerstdag. Vindt u niet? Niet alleen dat u thuis zit, maar gelukkig zit daar een hele kantorij. Maar ja, u zit thuis, niet bij ons, met elkaar in de kerk. Maar ook dat er een extra verhaal is. Denken we dat we het kerstverhaal zo goed kennen? Dat is waarschijnlijk ook zo. Maar vandaag zag en hoorde u ook een ander verhaal
over kerst. Een verhaal uit het oude Rusland. En dat is een eeuw geleden ongeveer opgepakt in Engeland en later hier in Naarden. Het is een verhaal over wijs zijn. En dat dat er anders uit kan zien dan wij soms denken. Wijsheid hoeft geen pak aan, hoeft geen kantoor te hebben. Wijsheid hoeft geen boeken in de kamer te hebben staan, maar wel een deur die open kan naar buiten. En een extra bord en mes en vork, opdat iemand mee kan eten. De geboorte van onze Heer Jezus heeft alles te maken met wijsheid. De wijsheid van God, die wist dat hij zich zo klein mogelijk moest maken voor mensen die zich zo graag groter voordoen dan ze zijn. En die hun eigen wijsheid als norm willen laten gelden. Lang geleden was dat al zo. Jezus is geboren, Zoon van God. Redder voor mensen. Christos in het Grieks. Christus voegde men daarom toe aan zijn naam, die al zo mooi betekent God redt. God redt zijn mensen, zijn wereld, in dat kleine kind dat zich ontwikkelt en wordt tot de gezalfde, rechtmatige koning. Niet naar de gewoonte van de wereld, maar naar de mores van God. Niet in macht en uiterlijkheden, maar in wat wij later de gaven van de Heilige Geest zijn gaan noemen. Vriendelijkheid, rechtvaardigheid, geduld. Grootsheid hoeft geen gouden koets en geen paleis, geen paarden en wagens, geen Tesla. Ze toont zich niet in uiterlijkheden, maar komt van binnenuit. En niet ineens overrompelend, maar geleidelijk. Een stal is voor God genoeg. Eén mensenleven. Lang geleden werd macht al door mensen misbruikt. En dan blijft wijsheid nodig, omdat er niets veranderd is. Wijsheid nodig als bron van geloof, hoop en liefde. En ja, daar ging die vierde wijze. Hij was ook altijd te laat. Bij zijn vrienden, bij de stal, misschien ook wel in Kanaan. Was hij er eerder geweest, dan hadden we zijn naam misschien gekend als een van de leerlingen. Naar de mens gesproken was hij altijd te laat. Horen wij het verhaal van de vierde wijze met ons hart? Als we het hebben aangesloten op de liefde van God voor de wereld, dan horen wij hoe hij altijd op tijd was. Bij de zieke man aan de poort van de stad. Bij het bedreigde kind in het dorp. Bij de mensen ziek, zwak, in nood, in Egypte, in Kanaan. Hij hielp hen met zijn aandacht. Met wat hij bij zich had. Hij deelde uit van de liefde van God die daardoor nooit minder wordt. En volgens het verhaal zag hij aan het eind van zijn leven de Christus, de Christus,
de koning van mensen. Hij die ooit dat kind onder de ster in de stal was geweest. En wij herinneren ons jaarlijks Christus als kind, kerstkind. Hem van wie wij weten dat hij licht en leven brengt, geluk, troost, omdat hij God zelf onder ons is, bij ons, met ons. In de ogen van de wereld was hij als de meesten van ons klein begonnen en ook klein geëindigd. Maar met oog voor de liefde van God voor de wereld was zijn geboorte een wonder en zijn einde wijs en groot. De vierde wijze uit het oude verhaal kon heel veel goede dingen doen zonder dat hij Jezus ooit werkelijk had gezien, ontmoet. En het zal toen bij het begin van dit verhaal al de bedoeling zijn geweest dat mensen erdoor geprikkeld konden worden met de vraag: hoeveel goeds kun jij doen? Jij die zoveel verhalen over Jezus kent. Jij die in een traditie van geloven staat. Jij die weet van zijn Heilige Geest. Goud, wierook en mirre. We hebben het ook in onze tijd niet zomaar bij de hand. Maar dat wij kunnen zijn en geven als de vierde wijze. Dat wij God en zijn schepping geven wat hen toekomt. Vrede op aarde zoals in de hemel. En ere zij God. Amen.
Er staan weer prachtige bloemen bij ons in de kerk. Die gaan straks naar de vesten en naar Naarderheem. Met onze beste wensen voor goede kerstdagen voor alle mensen daar. Wij mogen danken en bidden. Goede God, u hebt ons het leven gegeven. Licht, feest. We danken u. We prijzen uw naam. En wij bidden u voor alles wat in ons hart is, waarvan we het gevoel hebben dat het ons verstand te boven gaat, soms ook ons geloof uitdaagt. Maar wij weten van u. En wij brengen voor u de mensen die ook deze dagen op de vlucht zijn en door het water worden genomen. Zo bidden wij u. Wij bidden u voor hen die genomen worden door ziekte, het leven niet meer begrijpen, een uitweg maar moeilijk kunnen zien. U bent de uitweg. En wij bidden zingend. Wij bidden u voor uw kerk wereldwijd. U hebt ons op weg gestuurd met uw evangelie, uw goede nieuws. Dat wij nooit vergeten het werk dat u ons hebt toevertrouwd. Het licht te brengen in de wereld. Zo bidden wij zingend. Samen bidden wij onze Vader die in de hemel zijt.
uw naam worden geheiligd. Uw koninkrijk komen. Uw wil geschieden, gelijk in de hemel, alzo op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. Vanuit de grote kerk in Naarden, vanuit de protestantse gemeente van Naarden, wensen we u allemaal gezegende kerstdagen. En wij zijn de mensen van beeld en geluid, van muziek, Wiebe Kooijmans, Edward de Bode, de kantorij onder leiding van Ike Wolters en de spelers van het kerstspel. Wij mogen van hier gaan. Deze bijzondere Christusdag in als gezegende mensen. De genade van de God van Sarah en Abraham. De liefde van de Zoon uit Maria geboren. En de kracht van Heilige Geest is met ons allen.